Jongens, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van UrbexNL. Ik moet een beetje zachtjes praten, maar het is dag 3 van onze roadtrip door Duitsland. En ja, we moeten natuurlijk wel even Prison 1555 pakken, want het is echt een super vette locatie. We staan dus nu momenteel hier op de binnenplaats, zoals je kan zien. We moeten uitkijken, want misschien rijdt er nog beveiliging rond hier, ik weet het niet. We moeten even snel alles gaan checken en dan zo snel mogelijk weer weg. Deze locatie moeten we echt zo snel mogelijk pakken, dus we gaan echt zo snel mogelijk overal kijken. Oh, ik moet echt zachtjes praten. Kijk, even deze deuren. Echt bizar, denk ik. Hier komen we natuurlijk in het celcomplex. Kijk, hier hebben we natuurlijk al die deuren. Moet je eens kijken. Kijk dan hoe vet. Dus hier is allemaal bende ingestapeld. Je ziet hier nog een kijkgat. Waar ze dan doorheen konden kijken. De lichtknopjes. Ik hoop dat we nog een cel vinden waar nog een beetje in staat. Dat lijkt me wel ziek. Kijk hier ook. Het is gewoon voor het raam. Ze willen er nooit uitkomen. Deze en natuurlijk daar zie je ook nog allemaal tralies. Echt bizar dit hoor. Kijk even deze sloten. Dit zijn hele oude sloten. Hiermee met deze, die ging dan hierin en dan zat de deur op slot. Tegenwoordig heb je allemaal van die hendels en zo hier. Maar vroeger ging dat dus op deze manier. Kijk, deze gevangenisdeur bestaat dus uit twee delen. Je hebt hier dus een deur, die gewoon helemaal van staal is. En daarna heb je dus nog een houten deur, die daar nog eens voor zit. Dit is bijvoorbeeld cel 114. Die is wel leeg, maar hiernaast heb je nog precies eenzelfde cel. En hier staat dus nog een bedje. Waar dus de gevangenen gewoon op moesten slapen. Een heel klein kacheltje heb je hiernaast. En voor de rest een tafeltje. En een stoeltje waar je dus kon eten. En voor de rest had je gewoon hier helemaal niks. Ik zie ook hier in de hoek geen wc of iets staan, dus ik weet niet hoe ze dat hier deden. Het is toch wel ziek om dit zo hier zo aan te treffen. Hier is nog meer cellen. En wel heel ziek om te zien. Deze zijn eigenlijk beter in de tak nog. Je ziet dus ook al die bedjes, die tafeltjes. Hier ook weer zo eentje. Kijk dan hier. Hier gewoon nog kerstattributen liggen. Kerstboompje erbij. Echt niet normaal dit hoor. Ik weet niet wat dit was. Misschien een knopje of zo. Als je naar de wc moest of zo. Dat je hier dan op moest drukken. En dat je dan uit je cel werd gehaald. En dan daarin werd gebracht. Het is echt zo ziek om al die cellen gewoon te zien. We gaan nu even kijken. Ik zie al voor me ziet niks. We lopen hier nu naar boven. Kijken of daar nog wat te zien is. We moeten echt oppassen voor de beveiliging, want die rijdt hier ook nog rond. Oh, kijk dan hier. Dit is ziek. Kijk dan hier. Hier zie je ook nog een bedje. Wel zonder matras, maar het ligt er wel allemaal nog. Kijk dan. Het zijn wel wat grotere kamers, dus misschien is dit wel... Een kamer waar ze met meer personen op een kamer zaten. Hier hebben we ook nog een kijkgat, denk ik. We zijn net deze trap opgekomen. En hier zien we dus nog meer celblokken. Dus we gaan eens even kijken of hier nog wat te zien is. Echt wel heel vet om hier rond te lopen hoor. Het is echt onbeschrijfelijk. Als je weet dat hier zoveel gevangenen hebben gezeten. Die gewoon moesten boeten voor hun... misdaden. En je loopt nu gewoon hier in een verlaten gevangenis. Het is echt onbeschrijfelijk eigenlijk. Kijk dan. Hier heb ik nog wastafels. Kijk of er voor de rest nog wat te zien is hier. Kijk dan hoe groot de kamer dit is. Een lampje hangt er hier nog.
Dat is wel ziek. Ik denk niet dat het werkt, maar... Kijk, deze gang even uitlopen. Hier. Dit waren denk ik douches. Of wc's. Nee, wc's denk ik, ja. Ja, want hun hadden ook natuurlijk geen wc in hun cel. Dit luikje. Hij is helemaal vastgeroest. Hier kon dus de bewaker kon dan gewoon naar jou kijken. Door dat luikje hier zo. We lopen weer een ander deel van de gevangenis in. Kijk, hier staat zelfs nog een kast. Ik denk dat elke gevangene had natuurlijk gewoon zijn eigen kast. En bed natuurlijk. En hier heb je nog een stoel waar je dus op kon schijten en zo. Kijk dan hier. Dit is wel dik. Is er gewoon nog een bordje. Een lepel. Vork. Dat is wel ziek hoor, dat geeft je wel een idee hoe mensen hier dan vroeger natuurlijk zaten. En daar hebben we nog een gebouw, daar gaan we ook straks even kijken. We moeten dit wel snel doen. Kijk dan, hier liggen gewoon nog allemaal spullen. Ik zag net deze kamer. Kijk dan. Hier liggen gewoon nog allemaal bedden en zo. Ik denk dat hier of zwervers leven, of sowieso zwervers hebben gezeten. Dat ze gewoon allemaal spullen hebben ze uit heel die gevangenis gehaald en hier gewoon allemaal neergelegd. Het is echt een beetje oppassen waar we lopen. Ik ben de rest ook kwijt. Dus ik moet even kijken waar ze zijn, want ik heb geen idee meer. Maar echt al deze cellen, het is zoveel dat je gewoon niet weet waar je moet kijken. Er gaan allemaal afval en zo. Hier nog een typemachine. En hier is uit deze kamer. Kijk dan, allemaal spullen. Allemaal boekjes en zo. Kijk dan. Voor de andere al wel. Wat? Dit is... Holy shit. Kijk dan hier. Hier staat gewoon alles nog in. Wat? Kijk dan hier. Oh, kijk dan hier. Een menu voor elke dag. Oh, nee joh. Hier, ook de tafel. Ook met allemaal bordjes en bekers en lepels. Het pannetje zelf staat er nog. En dan hier ook gewoon nog een bed. Dat ook gewoon nog helemaal netjes en opgemaakt is. Is bizar dit. Dat had ik echt niet verwacht toen ik deze locatie binnenliep. Hier ook nog een Maria poster. We gaan eens even verder kijken, want ik zie nog meer spullen liggen hier. Misschien liggen er nog wel meer vets. Wat ik voor jullie kan filmen. Kijk, dit is weer zo'n kamer. Waar er nog ook gewoon een bankje nog in staat en zo. En hier? Oh nee joh. Kijk dan hier. Deze jurk. En dat bed ook. Ik denk net of hier nog gewoon iemand heeft geslapen. Dat nachtkastje. Die sloffen ook daarnaast. Deze schoentjes. Niet normaal dit. Het is echt zo bizar hoeveel cellen deze gevangenis had. Het is ook de enige gevangenis hier in de buurt. Dus je moet wel veel mensen kwijt kunnen. Hier heb je ook nog bankjes staan. Tafeltje, een stoel. Even kijken wat er voor de rest nog te zien is. Kijk, hier nog een tafel. Ik weet ook niet waarvoor het allemaal was. Hier moet ik oppassen, want daar is de weg. En moet er niet gezien worden.
Kijk dan hier nog een hele lange gang met allemaal cellen erin. Echt heel vet. Nou, we hebben dus net die cellen gezien die gewoon nog helemaal intact is. Het was wel heel ziek om gewoon nog een stukje te zien van hoe deze gevangenis er eigenlijk gewoon vroeger uitzag. Teun zei dus dat er op de andere verdieping eigenlijk niet heel veel meer te zien is. Dat dit eigenlijk de enige is waar eigenlijk nog spullen in staan. Dus we gaan denk ik weer snel weg voordat de beveiliging komt. Want dan hebben we grote problemen, heb ik gehoord. We gaan weer snel richting de uitgang. Want volgens mij is de beveiliging er nu niet. Maar die kan natuurlijk elk moment kan die hier dus zijn om ons weg te halen. En Teun is dus al een keertje gepakt, want het kost hem zo 5 uur. Dus dat willen we sowieso niet. Dus we gaan voor safe spelen en we gaan zo snel mogelijk hier weg. Nou, we zijn dus gelukkig weer veilig buiten. We zijn dus door het raam zijn we snel naar buiten geklommen. Dan rennen we hier straks even verder, zodat we achter het hek zijn. En ze ons nu niks meer kunnen maken, want dan zijn we veilig. Dus ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie het een leuke video vonden, laat dan even een like en een leuke reactie achter in de comments. En als jullie nou meer willen zien van deze vette locaties, abonneer dan even hieronder op mijn kanaal.